iedereen, welkom weer op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. En vandaag neem ik je mee in mijn zwarte skinny jeans zoektocht. Nou, als je ons kanaal wat langer volgt, heb je misschien wel gezien dat Tara en ik een tijd geleden, ik weet echt niet eens hoe lang geleden, maar een tijd geleden hebben wij een zwarte skinny jeans stash video opgenomen. In die video laten we jullie onze zwarte skinny jeans zien die we in onze collectie hadden. En het waren toen best wel wat eigenlijk. En inmiddels is die hele collectie wat uitgedund en heb ik eigenlijk nog maar één paar die ik draag en die ik in mijn kast heb liggen. Nou, dit paar is van H&M. Dit is de Jeggings High Waist. Is een super fijn paar. Hij zit lekker high-waisted. Hij is helemaal zwart. En hij houdt alles gewoon lekker, gewoon strak en in model, wat heel erg fijn is. Het enige nadeel is dat hij niet zo heel erg smal is aan de onderkant. En dat heb ik dus zelf bij deze jeans gedaan. Misschien zie je het wel aan de onderkant. Ik heb hem niet afgewerkt, want dat leek me wel, vond ik wel een leuk effect geven. Hij was ook een stuk te lang, dus dat heb ik ook moeten afknippen. En ik heb hem dus smaller gemaakt, omdat hij dus rondom mijn enkel echt best wel wat ruimte over had. En dat vind ik zelf niet zo heel erg mooi. Nou, wil je weten hoe je zelf een jeans wat strakker en skinnier maakt? Ik heb daar een blogpost over gemaakt op onze blog. Ik zal die eventjes in de beschrijving linken direct. En als je op het i'tje klikt, dan ga je ook gelijk naar onze blog gaan. Dus mocht je al een broek thuis hebben die je wat smaller wilt maken, ga dat artikel zeker ook eventjes kijken. En in deze video ga ik jullie meenemen op een nieuwe zwarte skinny jeans zoektocht. Deze broek is namelijk inmiddels wat vuil aan het worden, omdat hij best wel vaak gedragen wordt en inmiddels ook best wel een aantal keer is gewassen. En deze broek is niet heel erg geschikt om zeg maar mee in uit eten te gaan, omdat hij toch wel heel erg strak zit en alles gewoon bij elkaar houdt. Dus hij is normaal gesproken comfy, maar ga je lang zitten. En veel eten misschien wel, dan is die wat minder chill. En mijn nieuwe zwarte skinny jeans moet aan de volgende voorwaarden voldoen. Namelijk high-waisted zijn. Hij moet super skinny zijn. En daarmee bedoel ik dat je ook echt bij de enkel skinny moet zijn. Hij moet zwart zijn natuurlijk. En ik wil ook heel graag dat er wel een beetje een budgetvriendelijk prijskaartje aan zit. Dus met deze voorwaarden in mijn hoofd ben ik naar de stad gegaan. En ik heb jullie meegenomen. Dus dit is eigenlijk een soort van pashokje shoplog. En ik neem jullie mee in een pashokje. Ik laat je zien welke jeans ik uit welke winkel heb gevonden, hoe die zit, wat ik er fijn aan vind, wat ik er ook niet fijn aan vind. En ja, op deze manier ga ik gewoon samen met jullie deze zoektocht doen. En ik hoop dat ik aan het einde van de video een broek heb gevonden. Ik sta in de Primark en ik heb drie verschillende broeken gevonden. Deze heeft scheurtjes, ben ik eigenlijk niet naar op zoek naar. Ik dacht, ik ga hem toch even proberen. Dit is de super high waist skinny voor €15. Dan heb ik hier ook nog twee. Deze is €11 en deze is €13. Dus ik ga ze alle drie even uitproberen. Ik ben benieuwd. Dit is de super high waist skinny, dus met al die scheuren hier. Zelfs helemaal tot hier, daar ben ik echt geen fan van. Dus dit wordt hem niet, maar verder zit hij wel echt super chill. Helemaal tot bovenaan strak, heel hoog. Mijn navel zit hier. En deze onderkant is ook echt helemaal strak, dus dat is gewoon wel super nice. Ik vond het wel heel lekker. Ik kwam er net achter dat dit dezelfde jeans is. Dus dit is ook de super high waist skinny. Maar dan zonder al die scheuren over het been. Maar het zorgt ook wel gelijk voor dat hij een stuk strakker zit. Maar ook aan de achterkant. Deze vind ik echt niet heel chill zitten. Er zit veel stretch in. Maar toch voel je dat zeg maar de stof wat dunner is. Maar op zich is hij wel heerlijk lekker skinny en super hoog. Op zich wel oké, maar hij zit niet super lekker. En dit is de high waist skinny. En deze zit echt wel wat lager. Zoals je kan zien zit hier echt net mijn navel. En wat ik ook niet heel erg mooi vind zijn al deze strepen hier. De stof is wel veel fijner. Die voelt echt lekker dik aan en zo. Maar hij heeft ook wat minder stress. Dus dit, dat kost best wel wat moeite. Dus ook deze vind ik niet super lekker zitten. Maar je voelt wel echt dat deze veel beter is qua kwaliteit dan deze. En die? Maar goed, ook dit wordt hem niet. Ik sta nu in het pashokje van de H&M en hier draait dus de muziek echt super hard. Dus vandaar dat ik eventjes een voice-over moet gaan doen. Maar bij H&M heb ik wel best wel wat broeken gevonden. Namelijk vier verschillende
zwarte skinny jeans. En dat zijn de paardjes die ik jullie hier laat zien. De allereerste is de Body Shaping Skinny Jeans. En ik ontdekte pas in het pashokje dat ik de regular waist heb genomen en niet een high-waisted model. Dus ja, vanzelfsprekend is deze jeans dus niet high-waisted. Dus dat is een beetje een foutje van mij geweest. Verder is het natuurlijk wel helemaal lekker zwart. Dat is heel erg mooi. En het enige is dat hij iets te wijd voor mij is bij de enkels, zoals je hier kan zien. Verder is deze jeans ook €50, dus dat is niet echt budgetproof genoeg voor mij. De volgende jeans is de Super Skinny High Waist en deze is een stukje goedkoper, namelijk de helft van de prijs, €25. En zoals de naam al doet denken is deze broek natuurlijk wel een stuk hoger en ik vond dat deze ook wel echt heel erg high waisted is. Het enige is dat hij echt enorm in mijn vel sneed. Hij zat echt super knellend en strak bovenaan, dus dat zat niet heel erg lekker. En ik vond dat de onderkant ook best wel strak zat en ja, dat hij heel erg skinny was bij de enkels, dus daar was ik ook wel heel erg blij mee. Ook vond ik het stofje wel heel erg lekker aanvoelen, niet te dun en hij voelde best wel kwalitatief goed aan. Op de volgende broek zat een labeltje waarop stond dat er heel veel elasticiteit in deze broek zat. Maar toen ik hem aantrok kon ik daar helemaal niks meer van merken. Want hij zat echt veel te strak en ik voelde juist helemaal niet veel elasticiteit. Wel moet ik zeggen dat hij desondanks toch best wel comfortabel zat. Hij was ook heel erg lekker high-waisted. Bij de enkels zat hij ook heel erg strak. Maar zoals je hier een beetje kan zien, ja, voelde ik me een beetje een rollade erin. Maar de prijs die was wel weer fijn, want hij kost namelijk maar €20. En dit is de Super Skinny High Waist Jeans van de Divided collectie. En deze broek vond ik ook echt een dikke totale misser. Hij zat veel te ruim, er zat ook heel weinig stretch in. En het was echt zo'n stofje dat je gelijk het gevoel hebt dat hij heel snel zou uitlopen. En het voelde gewoon heel erg goedkoop aan. Ook zat hij helemaal niet goed bij de enkel en had ik daar heel veel stof over. Het enige positieve is het prijskaartje. Deze is namelijk ook €20. Nou, ik ben nu bij Pool & Bears, een van mijn favoriete winkels. Dus het was echt super moeilijk om alleen zwarte jeans mee te nemen. En ik heb stiekem eigenlijk één blauwe mom jeans hier achterhangen die ik eventjes wil proberen. Maar die zal ik niet in de video meenemen. Ik heb in ieder geval deze broek. Dit is de Skinny High Waist. En daarachter heb ik de ook Skinny High Waist. En die is net iets anders. Die heeft een beetje van die rips en van die scheuren hier. En deze is gewoon helemaal normaal. Dus ik ga ze even uitproberen. Dit is de eerste broek. Dit is de High Waist Skinny. En deze kost €26. Dus dat is een prima prijsje. Nou, hij zit redelijk hoog. Mijn navel zit daar. Maar verder, zoals je kan zien, is hij een beetje aan de korte kant. En ik heb echt geen lange benen. En hij is ook niet helemaal skinny. Zeg maar, er is een klein beetje ruimte over. Maar op zich kan ik daar nog overheen kijken. Ik ben alleen bang dat deze snel gaat afzakken. Zo voelt hij in ieder geval. Alhoewel de stof wel echt lekker voelt. En deze zakjes ook echt zijn. Dus ja, ik moet zeggen, zeker niet echt. En dit is de andere broek. En deze is goedkoper. Deze is €20. En dat voel je ook echt meteen. De stof is gewoon, de stof is gelijk wat dunner. En ik vind deze broek eerlijk gezegd echt vreselijk. Hij is helemaal niet high-waisted zoals je kan zien. Ik bedoel, hij zit niet eens over mijn navel heen. En hij is super kort. En nee, dit is hem gewoon echt niet. De zakjes zijn wel echt, dat dan wel weer. Maar nee, verder vind ik dit voor mij echt geen succes. Nou, ik ben nu bij River Island en daar heb ik één modelbroek gevonden en dat is de Harper. En je hebt hier ook verschillende lengtematen, dus ik heb hier nu een short aan. En zoals je kan zien is die inderdaad wel wat aan de korte kant, maar op zich als je dat wilt, een bloot enkeltje, dan is de short wel goed daarvoor. Helemaal high-waisted. Het enige is dat ik toch wel een maat kleiner kan doen, want ik denk dat het gaat afzakken. Maar hij voelt echt super lekker aan. Helemaal zwart. Zakjes zijn echt... Dus best oké. En ik ga eventjes deze aandoen. Dit is de regular lengte. En dit is de regular lengte. Dus je ziet dat hij een stuk langer is. Deze lengte vind ik beter voor mij. En hij zit ook nog steeds heel erg goed. Het is nog steeds wel een beetje aan de grote kant. Maar hij voelt wel heel erg goed en kwalitatief aan. Dus ik zou denk ik gewoon een maat 34 kunnen nemen. En dan is dit wel een hele mooie broek. Het enige nadeel is het prijskaartje. €50. Ja, ik weet niet zeker wat ik daarvan vind. Zo, ik ben in Urban Outfitters aangekomen en ik heb gek genoeg eigenlijk maar één broek om te passen. En dat is deze, de BGG. En
dan Pine heet die. En deze zou als het goed is high-waisted moeten zijn. Ze ziet er wel uit. Ik heb hem gekozen in 27. Lengte maat 30, dus dat is niet zo erg lang. Het enige nadeel is dat deze ook 50 euro kost. Dus ik ben benieuwd wat we hiervan gaan vinden. Oké, ik heb de broek aan. Zoals je kan zien heb ik de lengtemaat niet heel erg goed gekozen. Dus die is echt veel te kort. En verder vind ik hem ook echt niet lekker zitten. Hij zit heel erg strak. Er zit niet heel veel stretch in mijn been. Dus dit is best wel moeilijk. En nee. Daar zou je echt zeker een maat groter van moeten hebben. Maar ik heb persoonlijk iets meer stretch in mijn broeken. Vind ik gewoon net iets lekkerder zitten. Maar het voelt natuurlijk wel weer lekker wat... beter en steviger aan. Maar persoonlijk is dit echt geen winnaar voor mij. Maar als je er wel van houdt, zou je er eventjes naar kunnen kijken. Hi, daar ben ik weer met deze gezellige voice-over. Ik sta nu bij de Bershka. Dat is ook een van mijn favoriete winkels. En hier draag ik de high-waisted skinny. En zoals je kan zien is die lekker high-waisted. Hij is ook heel erg strak bij de enkel. En dit model is een beetje distressed met van die onafgewerkte stukjes en gaten in de knieën. En ik was hier echt heel erg over te spreken. Hij is heerlijk comfortabel en zacht. En van het prijskaartje worden we ook super warm, want hij kost maar 20 euro. En dit is de volgende skinny jeans bij Bershka. Deze broek zit ook best wel hoog en dit stofje is wat dikker, waardoor die gewoon wat meer aanvoelt als een echte jeans. Ook vond ik de lengte wel heel erg mooi. Het enige is dat deze toch iets te vaal is en daar ben ik eigenlijk deze keer niet heel erg naar op zoek. Maar het is verder wel een mooie en prima jeans. De onderkant heeft ook iets wat ruimte bij de enkel, maar ik moet zeggen dat het best wel meeviel en dat het niet heel erg storend was. Ik zou hem persoonlijk wel ietsje smaller willen hebben. Het prijskaartje die valt gelukkig wel heel erg mee en deze is namelijk ook 20 euro. Deze volgende skinny high-waisted jeans is net een beetje anders en dat komt door de aanwezige knoopjes aan de voorkant. En ik vond dat eigenlijk wel een heel erg leuk detail geven. Verder is die ook heerlijk high-waisted zoals je kan zien. En de onderkant vond ik ook wel heel erg gaaf, want die is echt extra distressed. En dat vond ik zelf wel een hele leuke look geven en hij zat bij de enkel gewoon echt super skinny en small en ja, vond ik hem heel erg leuk. Wel was deze jeans ook een klein beetje distressed, dus een klein beetje vuil gemaakt. En daar was ik dus nogmaals deze keer niet heel erg naar op zoek. Maar ik moet zeggen dat het best wel een hele leuke jeans is. In vergelijking met de vorige twee jeans van Bershka is deze ietsje duurder, namelijk 36 euro. Maar dat vind ik alsnog een prima prijsje. Zo, nu zal je misschien wel iets hebben van, ja maar Larissa, je bent niet bij die winkel geweest, je bent niet bij die winkel geweest, je hebt dit niet geprobeerd, je hebt dat niet geprobeerd. Maar ik kan je vertellen, het opnemen van deze clips die ik dus hiervoor heb laten zien in al deze winkels duurde echt best wel lang. En ik zat eigenlijk gewoon in tijdnood. Winkels gingen dicht en ik kon andere winkels niet meer in. En ik heb bijvoorbeeld wel eens in de comments gelezen dat mensen de broeken van Monki of van Levi's aanraden, maar persoonlijk vind ik vaak de broeken van Monki niet echt heel erg stretchy. Zijn niet echt zacht genoeg en vaak net wat te stijf. En daar hou ik persoonlijk niet heel erg van. Of ik heb wel eens gehoord of gelezen Levi's. Maar Levi's heeft vaak gewoon een wat hoger prijskaartje. Ik was deze keer gewoon echt heel erg op zoek naar een budgetvriendelijk prijsje voor een nieuwe soort skinny jeans. Dus daarom heb ik Levi's ook niet meegenomen. Nou, misschien kon je het wel raden aan de video. Maar ik ben uiteindelijk voor de skinny jeans van Bershka geweest. Dat is dit model. Dit is de high-waisted, staat hier in de middel. En dit is de broek met die kleine scheurtjes in de knie. Een klein beetje distressed en ook de niet afgewerkte afwerking aan de onderkant. De niet afgewerkte afwerking aan de onderkant. De niet afgewerkte onderkant bedoel ik. En ik vind dat wel heel erg leuk. Deze jeans is dus net wat anders dan de H&M jeans die ik al heb door de scheurtjes. En dat zorgt er wel voor dat ik toch niet eenzelfde soort paar jeans heb gekocht. En dat ik nu toch gewoon een beetje kan afwisselen tussen de twee. Als ik zeg maar iets meer zin heb om een wat ruigere of stoerere look te hebben. Dan kies ik bijvoorbeeld gewoon deze met de gaten. Waar ook een beetje kattenharen nu op zitten. Sorry. Maar met de gaten. En heb ik zin om gewoon een wat meer basic model te hebben. Dan kan ik bijvoorbeeld dus nog voor de H&M jeans gaan. Maar ik heb dus gekozen voor deze van Bershka. Want die vond ik echt het allerlekkerste zitten. Hij was gewoon lekker zacht aan de binnenkant. Lekker stretchy. High-waisted. En hij zat gewoon echt het allerfijnst. En natuurlijk het prijskaartje was ook heel erg budgetproof. Dus voor mij is deze zwarte skin jeans zoektocht eigenlijk wel voltooid. Ik zou hem zeker een dikke duim omhoog geven. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien voor welke broek ik uiteindelijk heb gekozen. Laat me vooral eventjes weten of jij momenteel een fijne zwarte skinny jeans hebt. Of dat je misschien ook naar eentje op zoek naar bent. Ik hoop dat je dan wat aan deze video hebt. Vergeet zeker niet om te onthouden dat mijn ervaringen met deze broeken die ik heb laten zien in deze video natuurlijk heel erg persoonlijk zijn. Ieder lichaamstype is weer anders. Iedereen reageert natuurlijk weer anders op een ander soort stof. In ieder geval mijn
voorkeur was gewoon echt gewoon een beetje comfortabel, lekker zacht, lekker stretchy. Maar dat kan natuurlijk voor iedereen anders zijn. Maar ik hoop dat ze het alsnog leuk vonden om te zien en dat je er misschien wat aan hebt. Laat me vooral eventjes weten in de video wat je van deze vond. Het is voor het eerst volgens mij dat ik zo'n soort video heb opgenomen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jullie reactie. En ik wil je natuurlijk ook heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op ons kanaal, doe dat ook zeker. Lijkt me heel erg gezellig. En dan spreek ik jullie heel snel in de volgende. Doei!